De transitievergoeding in 2017, hoe ziet die eruit? Nou, de maximale transitievergoeding bedraagt per 1 januari 2017 77.000 euro. Of een jaar salaris, als dat meer is. Dus als je meer verdient dan 77.000 euro, dus echt het vaste. Het vaste salaris inclusief de vakantiegeld en, uh, en toeslagen. Dan zou je dus maximaal een jaarsalaris aan transitievergoeding kunnen meekrijgen. Nou, dat zijn natuurlijk de maxima. Hè. De transitievergoeding bouwt op volgens een vaste formule. En die formule gaat eigenlijk uit van 1 derde maandsalaris uh, over de eerste 10 dienstjaren. 1 derde maandsalaris per jaar. Uh, ben je langer dan 10 jaar in dienst, dan geldt voor uh, de dienstjaren boven de 10 jaar... Een vergoeding van een half maandsalaris per dienstjaar. Dus dat is eigenlijk de formule die leidt tot de transitievergoeding. Dan is er nog een speciale 50-plus formule, zou je kunnen zeggen, voor werknemers die 50 jaar of ouder zijn en 10 jaar of langer in dienst zijn. En als aan die twee voorwaarden voldaan is, dan geldt voor die oudere werknemer een opbouw van één maandsalaris per dienstjaar vanaf de 50-jarige leeftijd.